Goedemiddag, welkom bij Vogels leren kijken met Paul Sager nummer 50. Een tijdje terug was ik op Goeree over Vlakkee en de Brouwersdam naar Zeeland toe. En in deze tijd zitten daar overwinterende zeevogels en steltlopers en ook een zeehond. Dus dat wordt leuk, ga mee. We zitten hier op het strand bij Kwade Hoek op de kop van Goeree over Vlakkee. En hier zien we bonte strandlopers. Dit zijn eerste winters, juvenielen dus, die naar het winterkleed kleuren. Dat kun je zien omdat ze nog redelijk wat tekeningen hebben. Volwassenen die zijn helemaal grijs. En in vlog 37 zagen we ze in zomerkleed met die donkere, bijna zwarte buiken. En zoals ik toen al uitlegde, in de winter raken ze dat helemaal kwijt en dan zien ze er zo uit. Dat het bonte strandlopers zijn kun je ook heel goed zien aan de lange snavel die iets naar beneden buigt. En ze hebben zwarte pootjes. En dit fraaie steltlopertje is de paarse strandloper. En die zien we hier op de dijk van de Brouwersdam, die Goeree verbindt met Schouwen-Duiveland. De paarse strandloper is ietsje groter dan de bonte strandloper. En is een vogel van de bergen van Noorwegen en IJsland. En in de winter dan is hij in Nederland met een kleine 500 exemplaren en komt eigenlijk alleen maar voor op die pieren en die basaltblokken en dijken. En dan zie je dat hij een grijs-paarsig verenkleed heeft met een geel snaveltje. De basis is geel en gele pootjes. En dan kun je ook nog prachtig die tekening zien op de vleugels. Terwijl de mantel en de borst en de kop die zijn heel egaal gekleurd. Ja, en dit is hetzelfde beest, maar dan op een plek dichterbij met veel beter licht. En dan moet je zien wat een verschil dat is. Dan komt de kleur heel anders uit. En dat is typisch het effect van het licht op de kleur van vogels. Zeker in de winter. Het is nogal een grauwe dag. En dan maakt het dus heel veel uit of je mooi licht hebt of niet. En bij die tweede daarachter zie je heel mooi dat schitterende geel van die pootjes. En je kunt ook heel goed de oogring zien bij de vogel op de voorgrond. Een zeehond, ook voor de Brouwersdam. Heel mooi. Een vrouwtje grijze zeehond. En dat kun je zien aan de doorlopende snuit. Die van de kop naar de snuit loopt één vloeiende beweging door. En de vrij grote neusgaten. En achterlangs zwom het mannetje met een veel grotere kop, ook een veel groter beest. De grijze zeehond is de grootste uit zijn familie, twee keer zo groot als de gewone zeehond. En na de gewone zeehond de meest algemene zeehond in ons deel van de Noordzee en de Waddenzee. Terwijl je hier weer het mannetje ziet, hij heeft een enorme kop, helemaal gebogen snuit, een beetje het profiel van een pitbull. Ja, ze heten niet voor niks zeehond. En de laatste tijd, jaren, broeden ze ook in de zuidwestelijke delta. Mannetjes kunnen een lengte bereiken van bijna 3,5 meter. En ze voeden zich vooral met vis, maar ook wel met inktvissen. En de laatste jaren is er ook waargenomen dat ze bruinvissen aanvallen. En er zijn verschillende bruinvissen aangespoeld op het strand met echt zware verwondingen van grijze zeehonden. Het was in ieder geval een groot raadsel waarom de zeehonden dat deden. Ja, misschien komen ze elkaar meer tegen, dat is niet duidelijk, of er is te weinig vis. Inmiddels zitten we weer voor de noordkust van Goeree. En hier zien we een middelste zaagbek, een vrouwtje. Wat je kunt zien aan die roestkleurige kop en het grijze lijf. Ze zitten helaas erg ver weg en het waait als een dolle. Dus het is helaas geen heel scherp beeld, excuus daarvoor. En daar is het mannetje. Donkere kop met een kuifje. En een roestkleurige borst en een zwart-wit-grijs getekende rug. De middelste zaagbek is een zeer schaarse broedvogel in de zuidwestelijke delta met enkele tientallen paartjes. Hij is heel algemeen noordelijk van Denemarken, Engeland, Scandinavië, Rusland. Daar is het de algemeen broedvogel.
En in de winter dan komt hij naar Nederland en dan heeft hij een grote voorkeur voor de zoute wateren. In het binnenland zul je hem niet zo snel aantreffen. De middelste zaagbek is een eendachtige en nauw verwant aan het nonnetje, die we in vlog 6 zagen. En de grote zaagbek, waar die veel meer op lijkt, ook in vlog 6 en vlog 8. Het mannetje van de grote zaagbek is heel uniek, net als het mannetje van de middelste. Maar de vrouwtjes lijken nogal op elkaar. Maar een goed onderscheid is dat bij de middelste zaagbek, zoals je hier kunt zien, loopt het roest van de kop en het grijs van de hals en het lijf diffuus in elkaar door. Terwijl dat bij de grote zaagbek een scherpe scheiding is, dat kon je toen heel goed zien. En dat is eigenlijk het duidelijkste kenmerk van de middelste zaagbek. In de winter zitten er ik denk wel een slordige 10.000 middelste zaagbekken in de Nederlandse wateren. Ook ver weg en niet zo scherp, maar een duidelijke zilverplevier. In vlog 37 zagen we de zilverplevier in zomerkleed. Heel mooi zilverachtig getekend met een zwarte doorlopende band over de borst en de buik. Nu zie je dat hij helemaal egaal grijs is van boven en wit van onderen. Dat is het winterkleed en daarin komen ze in Nederland met enkele tienduizenden voor. Ha, dan zie je net de kenmerkende zwarte okselvlek nog. Dat was Vogels leren kijken met Paul Sager nummer 50. Weer een nieuwe steltloper, de paarse strandloper. En een nieuwe eendachtige, de middelste zaagbek. En gave zeehonden. Dus al met al weer leuk, denk ik. Op naar de volgende week. Dag!